Ruim een half jaar na de release van Horizon Zero Dawn is er eindelijk weer een uitbreiding vooruitgekomen. Het is de eerste en de laatste uitbreiding. En we gaan eigenlijk richting een soort van Noordpool. En daar komen we weer een paar nieuwe beesten tegen. En Daniel is ermee bezig geweest. Ja, zeker. En ik ben benieuwd. Ik ben oprecht benieuwd. Ja, het is vet. Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Het is een extra stukje DLC. Het vertelt zeg maar een zijtak van het overkoepelende verhaal. En je gaat met Aloy natuurlijk weer op reis naar een nieuw gebied. Naar het noordoosten van de map. Er is echt een extra stukje bijgekomen. En je gaat richting de Banook-stam. En die is eigenlijk in de originele game een beetje onderbelicht geweest. Ja, we hebben vandaag maar een paar missies hebben we ervan gezien. Ja, zoiets. Je hebt er niet zo heel veel over gehoord. Dus je reist daar naartoe en je moet ook echt via een bergpas moet je helemaal omhoog klimmen en door de bergen, door de sneeuw. Kom je daar eindelijk om missies te starten. En het is wel belangrijk om te vermelden, je speelt dus helemaal geen hoofdmissies, want het is echt een zijtak. Het is gewoon, het hoofdverhaal staat hier eigenlijk een beetje buiten, maar de zijmissies vertellen wel wat nieuwe dingen, wat nieuwe details, wat meer over de stam en eigenlijk ook weer een nieuw gevaar. Ja, klopt, want er is een nieuw gevaar gevonden daar in het noordoosten en dat noemen ze dan de demon? De demon. De demon. Het is demon in principe, maar de demon inderdaad, en dat is een soort van, weer een speciale, hoe noem je dat? Een soort voelt als kracht, een soort virus zeg maar, dat de machines overneemt en eigenlijk meedogenlozer maakt dan voorheen. want eigenlijk als je op weg bent naar je eerste quest, dan kom je en je klimt omhoog en dan kom je een nieuwe machine tegen, want er zit een handjevol nieuwe machines in. Die zijn dus ook demonic, zeg maar, dus die zijn nog sterker en nog meedogenlozer, wat ik al zei. En dat is de Scorcher en ik dacht, weet je, ik ken de game. Ja, we hebben het uitgespeeld, platinum, precies, weet je. Precies, ik ken de controls nog wel, ik weet nog wel, ik moet schieten, vechten en zo. Dus weet je, die Scorcher die maak ik wel even af. Nee. En dan kom je van de letterlijk koude kermis thuis, want ze zijn fucking sterk. Ze hebben inderdaad wel voor gezorgd dat het niet voelt als een nutteloos DLC. Het is echt uitdagend. Ja, het is net als gewoon een stukje uitdagender dan de main game en dat maakt het ook wel heel erg leuk. Maar buiten de nieuwe missies en zo, zitten er ook wat andere nieuwe dingen bij? Hebben we nieuwe wapens, nieuwe krachten? Ja, je hebt sowieso nieuwe collectibles die je moet verzamelen. Je hebt inderdaad een aantal nieuwe wapens, nieuwe outfits. Je kunt nieuwe loot verzamelen om dus wapens te upgraden en dergelijke. Want je hebt bijvoorbeeld nu ook geiten en wasberen die je moet killen of die je moet strippen dan ook voor hun botten bijvoorbeeld om weer shit te upgraden. Nice. Dat zit er allemaal in en het voelt echt weer als een verfrissend stukje. Het is niet echt exact hetzelfde als in de main game. Nee, je hebt echt gewoon nieuwe dingen om te verzamelen. Je hebt bijvoorbeeld ook de Blue Gleam, dat is daar kun je ook weer... Ja, een soort exotic collectible. Ja, precies. En daar kun je dus ook weer dingen mee kopen. En dat voelt echt heel erg fris samen met het nieuwe gebied. Want je gaat echt naar het noordoosten en het is koud. Ja, het is heel koud. En dan hoor je Aloy soms ook opmerkingen over maken. Dat is ook inderdaad. Zeg maar een beetje de Meridian Mist bijvoorbeeld, de warme gebieden. Ja, precies. Op een gegeven moment dat ze het letterlijk zegt, volgens mij valt alles eraf. Zoiets inderdaad. En er zit voor mij ook een nieuwe skill tree in met krachten om mechanische dingen te repareren. Ja, klopt. Ja. Je hebt een nieuwe skill tree. En daarmee kun je, als je levelt, dan kun je nieuwe skillpunten unlocken en daarmee kun je nieuwe skills vrijkopen. En onder andere kun je inderdaad machines mee, repareren. Je kunt, als je op een machine zit en langs, bijvoorbeeld planten of bloemen loopt, dan kun je die vanaf je machine plukken. Zo, revolutionair. Nee, maar dat is super chill. Dan hoef je niet elke keer van die machine af om nieuwe loot te verzamelen. En dat is wel heel erg fijn. Ja. Daarmee is ook de level cap verhoogd van 50 naar 60. Voor de review code ben ik teruggezet naar 45. Dus dan heb ik net iets meer levels om even te upgraden. Ik heb hem inderdaad ook gespeeld. Ik begin dan vanaf level 5, dan kan je al de halve skill tree namelijk. Ja, precies. En dat hebben ze denk ik met de review even teruggeschroefd. Van begin maar lekker opnieuw met die hele skill tree.
Ja, dus het is echt een verzameling van nieuwe elementen. Echt de flora, fauna, het ijskoude, besneeuwde gebied is gewoon heel erg vet. Ja. Want je hebt echt heel veel bergen, je hebt echt superveel sneeuw die ook een beetje de gameplay aanpast. Omdat dikke pakken sneeuw vertraagt Aloy. Ja, je loopt ook echt heel lomp. Ja, en dat vind ik best wel tof gedaan. En bijvoorbeeld door hevige sneeuwval vermindert je zicht. Je hebt bevroren meren en andere wateren waar je overheen kan lopen. Of het is deels bevroren. En dat geeft gewoon net een iets ander perspectief en dimensie aan de DLC. En dat vind ik wel heel erg tof. Ja, dus het niveau zit wel weer goed. Het past gewoon op het niveau van de originele game. Ja, zeker. Want je krijgt genoeg content. Het is natuurlijk... Maar hoeveel uurtjes ben je ermee zoet? Want hij kost €20. Ja, hij kost €20. En echt, als je alles doet, dus alle collectibles verzamelt... en alle buiten zijn missies ook de errands doet... en de andere kleine missies en zo... dan ben je zeker wel 15 uur zoet. En voor heel veel mensen die... ook nog eens de fotomode behoorlijk gebruiken, dan ben je gewoon flink wat uren kwijt. Dat klinkt toch best aardige prijs. Zeker, en je krijgt gewoon net dat beetje extra informatie over het verhaal. En dat geeft wel wat meer, meer zicht op de rest, zeg maar. Dat is wel heel erg fijn. En ze hebben wat leuke dingetjes verstopt in het verhaal. Dus je denkt van, zo zit dat. Oh. En dat is wel heel erg tof gedaan. En het enige minpuntje is, en dat was bij de originele game ook... de dialogen zijn soms wel heel erg lang. En zeker als je weer zo'n mini-missie doet, weet je wel... en dan heb je zo'n ellenlange dialoog en denk je... had het iets minder gemogen? Een beetje vrouwen praten over het algemeen wel heel veel, hè? Ja, maar ook de mannelijke dialoogpartners die kunnen ook wat flink wat woordjes wisselen. Ja. Maar goed, verder, als je Rise Zero Dawn hebt gespeeld en je vond het een heerlijke game, is dit eigenlijk gewoon verplichte kost. Ja. Want je krijgt genoeg content en het voelt echt gewoon als een nieuw stukje Horizon. Dat is de enige uitbreiding die we krijgen, dus laat deel 2 maar heel snel komen dan. Ja, dus pak hem op. Dus alsjeblieft begin er nu mee, Guerrilla Games, want we willen wat te doen hebben. Echt hè? Echt hè.